Die Patterson, dat is natuurlijk dat was een tieneridool. En heel veel zijn heel trouw en zijn nog steeds. Ik wist niet dat hij zo populair was. Dus ik wist dat hij populair was. Maar niet dat er allerlei mensen zijn die ongeveer hun leven wijden aan het uitpluizen van alles wat er over hem te vinden is op het internet. Dus ieder interview, waarschijnlijk ook dit, hallo Patterson fans, gaat vertaald worden. En dan heeft iedereen het daarover. En dan, omdat ik dan op Twitter zit, dan mensen ze ook allemaal mijn naam. Dus dat is al die hele Twitter-feed, die zit dan vol. Ja, wat heeft hij? Heeft een soort van iets wat rebelse uitstraling. En het is een mooie jongen. En het is een hele goede acteur. Dus het is, volgens mij gaat hij heel goed zijn.